Luitenant-kolonel Rudy Roepelal is aangesteld als voorzitter van de Maritime Technical Working Group. Deze werkgroep, die zich zal toeleggen op het uitwisselen van informatie over het Surinaams maritiem gebied, is op maandag 16 mei door president Chandrika Prasad Santokhi geïnstalleerd. Het gaat uiteindelijk om het tot stand brengen van een samenwerkingsverband met CARICOM-landen op het stuk van maritieme veiligheid. Het is eindelijk een traject dat begonnen is vorig jaar, juli. En er zijn in dat jaar zelf, vorig jaar dus, enkele meetings geweest, het zij virtueel of op een andere manier, waarbij zaken zijn afgesproken hoe de landen los van hun eigen nationale strategie, welke ontwikkeld moet worden of zal worden of reeds misschien in place is, toch wel als collectief, vooral voor het CARICOM, kunnen komen tot een samenwerkingsverband. Want de landen grenzen allemaal via de zee aan elkaar, ook Suriname dus met de andere CARICOM-landen. We zijn vandaag geïnstalleerd en het is een multidisciplinaire technical working group die door de president is geïnstalleerd voor alvast een periode van 6 maanden. En wij hebben dus de opdracht gehad om samen met UNODC en IMPEX en de andere landen te komen tot dat plan. En in dat kader verwachten we ook volgende maand juni, dag 10 of 11 juni, dat er een delegatie hier komt om hierover met ons verder te gaan discussiëren of om ons verder te guiden in dit proces. Dit gebeurt onder auspiciën van IMPEX, dat is de regionale organisatie van het CARICOM, de veiligheidsorganisatie. En die hebben dat samen gedaan met de UNODC, dat is een internationale organisatie die ook ondersteunt in zulke projecten. En UNODC heeft zelf ook al een Global Maritime Program en dat past dus in het kader van dit project eigenlijk. Wij hebben ook recentelijk de High Level Security Conference gehad. En ik haal dit even aan omdat een van de onderwerpen tijdens die conferentie ook betrof maritime security. Dus het sluit mooi aan en de recommendations, dus de aanbevelingen van die meeting nemen we ook mee in onze taken die we hebben opgedragen gekregen. Of laat maar zeggen, in het takenpakket. En dat gaat ook meegenomen worden bij de delegatie die in juni komt. Het gaat om niet meer zoals dat heel lang geleden begonnen was als te zijn scheepvaartveiligheid alleen. Wij hebben meegemaakt de ontwikkelingen die plaatsvinden in het maritiem gebied wat betreft piraterij, wapenhandel, wapensmokkel, mensensmokkel. Dus al deze zaken die eigenlijk, drugstransporten, al deze zaken die eigenlijk behoren tot de transnationale georganiseerde misdaad. Dus het is niet alleen maar veiligheid van de schepen, maar het geheel pakket van strafbare feiten die door criminele organisaties gepleegd worden. En de bevoegdheden die we ook hebben zijn dus dat we met elk ministerie rechtstreeks in contact kunnen treden en andere relevante instanties om zoveel mogelijk informatie bij elkaar te brengen, zodat het plaatje helemaal compleet wordt van wat zijn de dreigingen die allemaal zijn, welke bijdrage leveren die ministeries al, de instanties, hoe kunnen we samen dan komen tot een compleet pakket van maatregelen of voorstellen die gedaan moeten worden. Dat is eigenlijk in het kort waarop het neerkomt.